Ja, klopt. Er is eigenlijk iets geknapt de afgelopen 4-5 weken. En dat heeft dus niets met het voetballen te maken. Dus dat wil ik alvast even aangeven. Maar er zijn wel een aantal dingen gepasseerd die ik in het persbericht weergegeven heb. Waardoor wij vonden dat we op dit moment deze beslissing moesten nemen. Kunt u de term eens noemen? Want waarom wilden jullie af van Wil Boessen? Nou, het gaat niet zozeer over wilden wij af, want wij hebben natuurlijk in december aangegeven dat we juist graag verder wilden. We hebben er heel lang over gedaan met elkaar. Uiteindelijk is het afgeketst op gewoon simpelweg op de financiën. Wij vonden dat het een onverantwoorde uitgave was om zijn contract te verlengen. Daar hebben we gezamenlijk een persverklaring over uitgegeven. Waarbij we met respect voor elkaar gewoon simpelweg gezegd hebben, joh, we hebben een soortement van zakelijk verschil van inzichten, we komen daar niet uit. Ieder gaat zijn eigen weg. Nou ja, vervolgens krijgt, zoals gebruikelijk, de belangrijkste medewerker krijgt natuurlijk allerlei podia aangeboden om te vertellen wat hij ervan vindt. Nou, met name dat wij steeds moesten lezen hoe goed hij eigenlijk wel was en hoe goed hij gepresteerd had. En vervolgens ook nog een keer na de wedstrijd tegen MVV, zonder dat we dat met elkaar afgesproken hebben in de businessclub, aan te geven dat wij eigenlijk een ambitieloze club zijn. Ja, dan knakt er echt wel wat bij mensen die dus eigenlijk al jaren bezig zijn om die club te brengen daar waar we nu staan. Nou, en dan ontstaat er een beeld van ik ben belangrijker dan de club en dan moet ik ingrijpen. Zo simpel is het. En dat zeggen MBV's van een paar weken geleden. Jullie hebben het er nog even aangekeken om te kijken misschien dat het gedachtegoed veranderde. Nou ja, goed. Peter heeft daar uiteraard natuurlijk dagelijks contact met Wil over allerlei zaken. Over alle technische zaken werd er overleg gepleegd met elkaar. Dus er zijn ook geen beslissingen genomen door ons waar Wil niet van op de hoogte was. Het gaat ook bijvoorbeeld over de vervanger van Kevin van Veen. Dat is allemaal met elkaar doorgenomen. En als ik dan vervolgens moet horen, waar we het nooit over gehad hebben, dat hij eigenlijk vond dat wij de transfersom zouden moeten gaan investeren. En als we dat dan niet doen, word je een gebrek aan ambitie verweten. Ja, dan trap je echt wel bij een hoop mensen op de ziel. Ik bedoel, de mensen in Brabant weten waar deze club vandaan komt. Dat er heel veel mensen zijn die heel een zielenzaligheid erin leggen om uiteindelijk die club te brengen daar waar we naartoe willen. Dat is wat we altijd gezegd hebben. Subtop Eerste Divisie. Ieder jaar meedoen om de prijzen. Nou, dat gebeurt nu dit jaar. En daar heeft Wil een enorme bijdrage aan geleverd. Laat ik dat ook even erbij vertellen. Maar uiteindelijk gaat het ook nog een keer om het menselijke aspect en hoe je met elkaar omgaat. En op het moment dat er dan een beeld ontstaat van, nou, ik voel me eigenlijk belangrijker dan de club. Ik heb niks meer te verliezen. Ik ga hier toch weg. Ik ga PR voor mezelf maken. Dat is prima, maar dat moet hij niet doen over de rug van onze club. Want daarmee zeg je feitelijk dat hij belangrijker is dan de club. En dat pikken we niet. Het is heel stevig. Ja, openheid valt te prijzen. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar het is vrij stevig. Misschien wel eens van karaktermoord die nu gepleegd wordt op Wil Boessen. Nee, ik denk van niet. Want uiteindelijk is hij zelf verantwoordelijk voor de keuze van de woorden die hij de afgelopen 4 weken gebruikt heeft. Ik kan je wel vertellen dat ook niet goed werkt in de spelersgroep. Als de spelersgroep nooit leest van hoe goed voetbal zij spelen en dat zij denk ik ook een heel belangrijk deel zijn van datgene uit te voeren wat uiteindelijk de trainer wil. Ja, al met al bij elkaar, dan dreigt er een onwerkbare situatie ontstaan. En voordat die onwerkbare situatie ontstaat, heb ik ingegrepen. En doe je dat later, het is natuurlijk altijd een ongelukkig moment. Ik bedoel, laten we heel wezen, je begint niet met iemand om uiteindelijk afscheid van iemand te nemen. Ik geef het voorbeeld van, we zijn gedegradeerd met Hans de Koning, die in het 5e jaar was. Die hebben ook gewoon keurig laten zitten. Een ambassadeur voor je club. Die altijd positief geweest is. Dan zijn wij ook positief. Wij zijn een nette club. Wij komen ook de afspraken naar richting Wil Boessen. En ik vind niet dat er sprake is van karaktermoord. Want uiteindelijk geef ik gewoon weer waarom wij nu tot deze beslissing gekomen zijn. Niet meer en niet minder. Ja, hopen die op een soort van, zoals het mooi heet, op een shock-effect. Nee, het gaat niet om een shock-effect. Want ik heb net gezegd, volgens mij ben ik begonnen door te zeggen dat het niks met het voetbaltechnische te maken heeft. Want het voetbaltechnische was goed. Wil Boessen is een goede trainer. Het shock-effect dat ook in de groep, zoals het gezet wordt, de sfeer, dat die ook omslaat en dat mensen er weer in gaan geloven, dat die nachtkaars niet langzaam uitdooft. Ja, dat zal de groep zelf moeten bewijzen. We hebben net de groep toegesproken en precies verteld, zoals ik het nu tegen jou vertel, zeg maar. Je kan natuurlijk nooit altijd dezelfde woorden gebruiken, maar de boodschap is helder. Dat is de boodschap die ook in het persbericht staat. En we hebben tegen de groep gezegd, hier gaan we voor. En Klaas krijgt morgen nog een
een stagiair erbij die hier ook heel erg goed bekend is. Dus ze staan morgen, vanaf morgenmiddag staan ze met z'n drieën weer op het veld. En de bedoeling is om te vlammen in de play-offs. En we zijn een underdog, dat zijn we altijd geweest, ook onder Wilbouze. En volgens mij zijn we dat nog steeds en we zien wel hoe ver we kunnen komen.